Ja, de stikstofdoelen van de overheid zijn volgens JA21-Kamerlid Dirk-Jan Epping niet haalbaar. Om toch een einde te maken aan de stikstofcrisis vraagt hij de minister Staghouwer van Landbouw en minister Van der Wal voor stikstof te komen met een reparatiewet. En vrijdag lekte uit dat in delen van Nederland zo'n 70-80% minder stikstof moet worden uitgestoten. Dirk-Jan Epping van JA21 is bij ons in de Haagse studio. En daar is ook onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Epping, u vraagt om een reparatiewet op de wet natuurbescherming. Wat moet er precies gerepareerd worden? Nou, wat er vooral gerepareerd moet worden zijn de normen die in Nederland veel te hoog zijn en veel te streng zijn. Kijk, in Duitsland heb je de grens van de stikstofneerslag is 100 gram per hectare. In Nederland is het 0,7 gram per hectare. Ja, wat toegestaan is. Dus dan heb je onmiddellijk een probleem. En wij moeten dus ook die normen iets soepeler maken en ook het tijdspad waarin het allemaal moet. En dan kom je er eigenlijk vanzelf uit. En we moeten ook goed en correct, preciezer meten. Want dat doen we nu niet. We moeten echt bodemonderzoek doen en niet peilen in de lucht hoeveel stikstof in de lucht zit en dan schatten wat er op de bodem ligt. Oké, maar nog heel even over die vergelijking met Duitsland. Ik las daarover, het geldt voor heel veel landen, iedereen hanteert ongeveer een eigen standaard. Ja. Maar Nederland, van alle EU-lidstaten, heeft gewoon de hoogste stikstofemissie per hectare. Dus vandaar dat onze norm ook heel scherp is. En bovendien geldt dat voor Duitsland dan, want dat noemde u, dat daar ook die wet nauwelijks wordt overtreden. Dus dan heb je ook veel meer ruimte om stikstof toe te staan. Nou, dat is precies dus mijn punt. Duitsland heeft ruimere normen, Denemarken heeft dat ook. Elk land kan zelf invullen hoe het die doelen wil bereiken. België heeft weer zijn eigen systeem, en Frankrijk enzovoort. En die heeft dus ook in Frankrijk geen stikstofprobleem. In Italië, je hebt de Po-vlakte met veel vee en gewassen enzovoort, ook geen probleem. Maar in Nederland wel, en de reden is dat die grenzen te streng zijn gemaakt, die normen. En je zit dus meteen bovenop. En daardoor zegt men van ja, we gaan die grenzen die gaan we houden, maar dan moeten we de helft van het vee afschaffen. En dat vind ik dus niet de juiste politiek. Men wil in feite boeren afschaffen op grond hiervan, terwijl dat niet nodig is. En daarom moeten we die wet uit 2015 moeten we die repareren, omdat die onuitvoerbaar is in de praktijk. Ja, Leendert, en gaat de Kamer mee in deze redenering? De Kamer gaat in ieder geval mee in de redenering dat er iets moet gaan gebeuren met stikstof. En wat er ook vrijdag gepresenteerd gaat worden, dat dat heel veel pijn gaat doen in Nederland. En zeker voor de boeren. Dus een voorstel zoals waar de heer Epping mee komt, dat wordt zeker serieus genomen, maar niet iedereen staat gelijk juichend op de banken. Ik wil even iets laten horen van Partij voor de Dieren, van Leonie Vestering, die zei het volgende. Ik ben dan nieuwsgierig of de heer Epping ook van mening is dat je de grenzen van de natuur dan kan amenderen. Je kan de wet amenderen zoveel je wil, maar de grenzen van de natuur zullen daardoor niet wijzigen. Is de heer Epping van mening dat we dan met z'n allen wel af kunnen met minder natuur, met minder schone lucht, met een ongezonde bodem en met ongezond water? Ja, en dat geluid horen we ook bij D66. Kleine sneer richting de heer Epping. Oh. Ik ben dan nieuwsgierig. Ja, net als de heer Van Kampen ga ik eigenlijk lang terug met de heer Epping. Want ik heb wel eens 20 jaar geleden een boek van hem gelezen. En het was gewoon een heel verstandig man. die ook echt oorzaak en gevolg in die tijd nog helemaal niet door elkaar haalde. Maar ik zou u uit de droom helpen. Doordat we slecht hebben gezorgd voor de Nederlandse natuur, staat ons land op slot en niet door de wet. U kunt er wel om lachen. Ik kan er absoluut om lachen, omdat ik ook kan aantonen dat de heer De Groot niet gelijk heeft. Want als we kijken naar de stikstofemissie over de afgelopen 30 jaar, dan is die meer dan gehalveerd. Dus we zitten in de goede richting. Er komen ook steeds minder boeren, omdat boeren moeilijkheden hebben opvolgers te vinden. En ook de technologische ontwikkeling in de landbouwsector, in de bouwsector en de luchtvaart gaat snel vooruit. Dus we moeten gewoon iets meer ruimte hebben en iets meer tijd om die doelen te halen. Dus ik pleit niet voor de afschaffing van die wet. Integendeel, ik wil die werkbaar maken met realistische doeleinden. Maar zegt u nou eigenlijk ook dat het probleem helemaal niet zo groot is als onderzoeken en andere uw kamergenoten suggereren?
Dat is als je deze wet aanhoudt zoals die nu is, die wet natuurbescherming in 2015, ja, dan heb je een groot probleem. En dan is er een probleem, maar dat maak je zelf. Omdat je jezelf normen oplegt die onhaalbaar zijn. Dus als we een reparatiewet maken, en dat is heel normaal een reparatiewet. Er zijn veel wetten die niet goed blijken te functioneren. Vorig jaar nog een zorgwet. En dan repareer je die. En dat kun je hier ook doen. Want ik wil wel zeggen, in grote eerlijkheid in Nederland, we zijn op weg naar een explosie. Er kan niet meer gebouwd worden. Boeren moeten weg. De luchtvaart in moeilijkheden. We hebben een woningtekort. Als dat zo doorgaat, komen tal van mensen in protest. En dan krijg je een soort van revolutie. Die kant gaat het op. En daarom zeg ik van, voorkom dat nu met realistische wetgeving. Okay. Maar meneer Epping, Groot van D66, die zegt heel duidelijk, u draait de zaken om. Wat u doet, is dat u zegt, het ligt aan de wet. En er is geen probleem in de natuur. Maar dat is niet, en het is zeer te grootse woorden, dat is niet zoals het zit. We hebben een probleem in onze natuur en daarop hebben wij wetten gemaakt. En dat kan je niet omdraaien. Nee, we hebben een wet gemaakt die veel te streng is. En als we het probleem willen aanpakken, kunnen we dat ook doen met een wet die realistisch is en die tijd geeft om dat allemaal aan te pakken. Want de ontwikkelingen, de halvering van de stikstof, de technologische ontwikkeling, minder boeren sowieso, dat geeft je ook tijd en dat geeft een uitweg. Maar D66 houdt helemaal vast aan die wet, want die wil gewoon de helft van de veestapel afschaffen. Meneer Epping, we gaan daar zo over doorpraten. De boeren. En ook over hoe kansrijk die reparatiewet dan wel of niet is. Maar eerst even naar de weg, over uitstoot gesproken. Ja, inderdaad. Dennis Mooij, die zit bij de ANWB klaar. En we moeten vooral opletten op de A27, hè? Ja, onder andere. Want op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Gorkum en Noorderloos staat 6 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Utrecht kan je omrijden via de A15 en daarna de A2. Het is sowieso wat drukker dan gebruikelijk. De dagelijkse files zijn wat langer. Er staat nu 530 kilometer file. Dat komt voor een groot deel door het regenachtige weer. Geflitst wordt er op de A6. Lelystad richting Jouren bij 282,6. De A9 naar Alkmaar bij 62,4 en de A30 Ede-Barneveld bij 12,4. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En we bespreken de reparatiewet die JA21 voorstelt om een einde te maken aan de stikstofcrisis met Tweede Kamerlid Dirk-Jan Epping en met politiek verslaggever Leendert Beekman. Ja, Leendert, we hadden het net over de wet versus de natuur. Als er een probleem in de natuur is, moet je dan de wet aanpassen of een wet maken, of de wet deugt niet en die moeten we dan aanpassen, zoals meneer Epping voorstelde. En toen wilde Kees nog even wat zeggen. Nou ja, meneer Epping, als we kijken naar de Nederlandse stikstofuitstoot, is hij, ook al is hij in de afgelopen tijd, wat is het gehalveerd in die 30 jaar, is hij nog steeds 4 keer hoger dan het Europees gemiddelde en stoten we het hoogste stikstofaantal van Europa uit. Dus als we dat niet snel oplossen, dan kunnen we ook niet gaan bouwen en dat soort zaken waar u het net over heeft. Dus er moet toch dan wel wat gebeuren en dat los je niet op. Die uitstoot die wordt niet minder als je de wet aanpast. Ja, maar je moet ook kijken wat mogelijk is. Want er is natuurlijk de ruime halvering al geweest van de stikstof. Maar er kan niet gebouwd worden. We hebben woningnood. Nee, maar als u alles gaat vertragen met die wet, dan kunnen we natuurlijk niet, veel trager bouwen. Ik ga dat niet vertragen. Ik zeg, er is ook een natuurlijke ontwikkeling van minder boeren wegens gebrek aan opvolgers. Er is technologische ontwikkelingen. Dus er zijn tal van mogelijkheden om dat te doen. Maar op dit moment probeer je dat door de strot van de mensen te drukken. 74% van de Nederlanders is tegen dit stikstofbeleid. Hebben we laten peilen door Maurice de Hond. 86% van de VVD, 85% van het CDA. En op een gegeven moment zal men zeggen, in godsnaam, geef die reparatiewet, want het gaat zo niet meer. Okay, de bevolking komt in opstand. Oké, en daar gaat u een voorstel voor doen.